Dudzinski over the screens. Goeie voet. Curl, goeie curl. Ja, is gigantisch. Terwijl we hier nog eens kijken naar die score van Dudzinski. Hoe dat heet. Lichaam, dat is iets heel speciaal. Dat klopt. Dudzinski, de ervaren man van de Giants met de driepunter. Ik ken heel wat coaches die nu meteen zouden vervangen. Zelfs op het hoogste niveau. Rebound voor Dudzinski, goed gedaan. Dus een beperkt aantal spelers. En als je die natuurlijk in een rustige kan laten spelen, dan ook niet de juiste shotselectie, niet de juiste. Dudzinski heel goed positie ingenomen. De low post. Blijenberg. Dudzinski, pick and pop, helemaal open. Driepunter Dave Dudzinski. Dudzinski niet laten passeren. En ja, weer. Driepunter Kesteloot helemaal open. De airball van Kesteloot. En daar is opnieuw Dudzinski. Goed gedaan inside. De tik. En in derde keer, goede keer. Vierde keer, goede keer dan maar. Jaren op rij kampioen gespeeld in tweede klasse. Ja. Loubry en Celis waren daar toen. Samen backcourt, terwijl Dudzinski daar inside. Smart, hè? Blijenberg opengelaten. Oeh, Clark gaat onder dat screen door een paar keer. Dudzinski opnieuw. En Dudzinski opnieuw met de score. Dave Dudzinski. What a game. Zeker geen goede pas, hè. Dat hadden wij niet horen zeggen. Maar Loubry, als hij die met twee... Foufou, en daar is Frans Blijenberg met een heel belangrijke driepunter.